Niet iedereen weet het, maar ook in Zeeland zijn op diverse plaatsen zeehonden te vinden. In Vlissingen trok vandaag Albert Dijkstra op uit om de populatie in de Westerschelde te tellen. We hebben twee groepen gezien en in totaal 41 dieren in het vaarwater van de Hoofdplaat. Dat is een zandplaat, die ligt tussen Vlissingen en Breskensin. En we weten dat er een grote groep met zeehonden leeft en die groep die is groeiende. De populatie wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Dat doen we iedere maand en we doen het al een jaar of 10. Dus we zien ook in zo'n 10 jaar tijd dat de populatie met zeehonden aan het toenemen is. De dieren in de Westerschelde blijken in prima conditie. Ze zagen er allemaal goed uit. Degene die we vanmorgen gezien hebben, zijn allemaal goede voedingstoestand. Zien er gezond uit, de dieren. Geen longorenpatiënten, geen zieke of verdwaalde pups. Dus het gaat goed zo.